Hey, ik ben Anissa. Ik deed stage bij O'Reilly Bottle, een super tof wijnbedrijf in Antwerpen. Ik vond mijn stage super boeiend en ik kon altijd mijn ideeën delen met iedereen. Ik heb enorm veel bijgeleerd over het gebruik van social media. Ik ben Emma en ik deed stage bij O'Reilly Bottle. Ik vond mijn stage super interessant omdat ik veel nieuwe dingen heb bijgeleerd over ondernemerschap, marketing en alles wat er extra bij komt. Ik ben Janne, ik doe de e-commerce hier. Dat houdt eigenlijk in gewoon het tevreden houden van klanten, antwoorden op klachten, op opmerkingen, vragen enzovoort. En ook de bestellingen, daar ben ik eigenlijk ook verantwoordelijk voor. Het leuke aan mijn stage is dat ik eigenlijk best een grote verantwoordelijkheid heb. Ik heb heel zelfstandig leren werken en dat zorgt ervoor dat ik het proces heel snel begreep, zeg maar. Ik sta ook nog vaak in contact met de mensen van het magazijn of zelfs met de boekhouder. Dus dat is wel tof dat ik echt zo zelfstandig kan werken. Ik heb in het begin ook wel heel veel hulp gekregen van Isabeau en mijn andere collega's. Maar ja, dat vond ik dus heel tof. Hey, ik ben Eline. Ik heb mijn marketingstage hier gedaan bij O'Reilly Bottle. En ik heb heel veel bijgeleerd over content marketing en copywriting, wat ik zelf heel interessant vind. En dat is natuurlijk ook de ideale stageplaats voor een echte wijnliefhebber.